De overstap van de A1 naar het eerste elftal van FC Den Bosch is een grote stap. Maar een van de spelers die daar weinig moeite mee had, was Stijn de Looyer. En met hem hadden we een gesprek. Stijn, de overgang van A1 naar het eerste van FC Den Bosch, hoe groot was die overgang? Op zich best groot. Veel tempoverschil in het spel. En we hebben na competitie nog gespeeld met de A-junioren, zeg maar. Dus we hebben maar 2 weken rust gehad. Toen heb ik ook een scheurtje in mijn lies gehad. Dus de eerste week heb ik hier ook moeten missen bij het eerste. Dus in het begin was het wel even aanpoten en lastig aan te haken, maar het ging steeds beter. Had je verwacht dat je al zo snel zou kunnen spelen in het eerste? Nee, aan het begin van het seizoen nog niet. In het begin zat ik ook nooit bij de selectie en zo. Was voor mij erg wennen. En toen tegen Helmond kreeg ik mijn kans en die heb ik gepakt toen. Ja. Kun je nog herinneren hoe dat ging, die eerste wedstrijd? Het was uit tegen Helmond. Kwam voor mij eigenlijk uit het niets die wedstrijd. Zoals ik net zei, nooit bij de selectie gezeten nog. Was mijn eerste keer erbij. En ik had geen spanning of zo. Was een lekkere wedstrijd om te spelen. Ging ook wel aardig. Dus was een goede beginner. Volgens mij maak je ook een doelpunt, maar het werd afgekeurd. Klopt ja. Ja. De scheids had al gefloten en toen schoot ik hem binnen. Dat was natuurlijk wel jammer. Ja. En daarna ging het wat moeilijker, hè, om hem erin te krijgen, die ballen. Ja, ik blijf nou een beetje tegenaan ikken tegen die eerste goal. Net een pech telkens, maar ik geloof wel dat die eerste keer gaat komen. En dan moet je een beetje rust geven, maar dat komt allemaal wel goed. Ik wou zeggen, het is toch geen obsessie, hè? Van het wil maar niet lukken. Nee, ik maak er geen groter ding van dan het is. Het is gewoon een goaltje, ja. De volgende keer gaat hij er misschien wel in en dan hoor je er niemand meer over. Dus, zo is dat, maar het is wel een opluchting als je valt. Ja, natuurlijk wel. En het is ook goed voor de statistiek als je een keertje scoort. Dat zou wel lekker zijn, maar. Ja. Stijn, waar begint jouw voetballoopbaan? In Schaik, maar ook in Schaik gevoetbald eerst? Ik ben op mijn vijfde begonnen bij de plaatselijke club DHW. En daar heb ik tot mijn 10e volgens mij gespeeld. Toen ben ik hier bij de talentenschool gekomen. En toen mocht ik in de D11 beginnen. En sindsdien heb ik alle jeugd elftallen doorlopen. En vanaf nu bij het eerste dan. Door de jaren heen zijn er heel veel jongens weggegaan en ik mocht telkens door, gelukkig. En toch telkens stappen kunnen maken. Kom je uit een echt voetbalgezin? Ja, mijn vader die kon wel een aardig potje voetballen. Dat vindt hij zelf ook wel. En mijn moeder heeft ook al gevoetbald, maar dat is niet echt, niet echt veel, zeg maar, vroeger een keertje. Maar die is fan van voetbal als ik speel, maar voor de rest geeft ze er weinig om. Nou, een beetje met de paplepel ingegeven dan. Ja, op zich wel. Oké, laten we eens kijken naar jouw kwaliteiten. Waar liggen jouw pluspunten? Ik denk toch op mijn loopvermogen, mijn snelheid, acties in de diepte, steekpassen krijgen en daarop lopen. En toch wel middenvelden met een groot hart, denk ik, om te spelen. Altijd willen winnen. Ja, ik denk het wel. En 1,89 meter is ook niet weg, hè? Nee, klopt. Dat komt altijd van pas. Lange benen, kun je meer snelheid maken. En voor kopduels natuurlijk. Ja, want ik heb jou wel eens, als je zo'n actie aangaat, dan zie ik je toch heel snel achter die tegenstander vandaan komen en er voorbij gaan. Ja, ik denk ook dat dat wel mijn kracht is, om die bal achter de verdediging te krijgen, om de steekpas te krijgen. En dan met mijn loopvermogen eroverheen te gaan, om tegenstander kapot te spelen. Ja. Als je dan vraagt de pluspunten, dan vraag je ook automatisch van waar liggen je zwakke punten, wat moet nog verbeteren bij jou? Wat rustiger aan de bal worden zeker wel. Eerste aannames en die soort dingen. Meer het combinerende aspect, voetballende aspect. En een beetje overzicht houden, rustig aan de bal. Dus misschien nog een beetje de ervaring die ik mis, maar moet ik aan werken. Ja. Ja. Nou ja, ervaring krijg je door veel te spelen. En ja, je kunt ook niet in één keer verwachten dat je 30 wedstrijden speelt, hè? Nee, dat klopt. Maar ik mag nou regelmatig spelen, dus daar leer ik hartstikke veel van. En hoop dat het zo beter gaat. Ja, het is wat dat betreft geluk een beetje aan jouw kant, hè? Doordat er links en rechts wat blessures vallen. Ja, tuurlijk. Ja. Ik heb
mijn kansen gekregen door blessures natuurlijk. En ja, dan is het de zaak dat je er staat op het moment dat je die kans krijgt. En ik denk dat ik dat redelijk gedaan heb. Ja. Wat is tot nog toe je beste wedstrijd die je gespeeld hebt? Ik denk Helmond uit mijn debuut. En ja, Volendam misschien wel. Ja. Nou komt aanstaande vrijdag Helmond opnieuw naar Den Bosch. Maar sta je dan in de basis? Ja, eens even afwachten. Benjamin is... Benjamin is terug, hè? Ja, die is ingevallen. Dus ja, eens even afwachten wat de trainer doet. Maar ik denk wel dat ik mijn visitekaartje af heb gegeven. En ja, de keuze is aan de trainer. Ik heb mijn best gedaan. Nou eens afwachten. Ja, het voordeel van deze trainer is dat hij mensen die goed spelen laat staan, hè? Ja, inderdaad. Hij geeft je de kans. Hij geeft ook jonge spelers de kans. En als je die dan grijpt, dan, ja, dan laat hij je gewoon staan. Ja. Heb je enig idee waar jouw toekomst ligt? Nee, nog helemaal niet. Nee, ik doe gewoon zo goed mogelijk mijn best hier bij Den Bosch. En alles wat er op mijn pad komt, daar bekijk ik. En ja, nu is de zaak nog gewoon zo goed mogelijk presteren dit seizoen. Ja. Voetbal is heel belangrijk, maar daarnaast heb je ook nog een maatschappelijke toekomst. Doe je daar ook nog iets aan? Ja, ik ga 5 dagen in de week nog naar school. Ik doe 's ochtends meestal trainen. En dan pak ik de trein naar Eindhoven toe, waar ik op school zit. En dan blijf ik daar meestal tot 1:05 op school. Na de 2-1 overwinning op Emmen is Helmond Sport de volgende tegenstander van FC Den Bosch. Aanstaande vrijdag in de Vliert. En dat wordt een lastige tegenstander. Want thuis in Helmond won Helmond Sport met 1-0. We vragen aan Fons Schoenendijk hoe hij tegen deze wedstrijd aankijkt. Fons, op de eerste plaats gefeliciteerd. De overwinning op Emmen. Een ja, eigenlijk gemakkelijke overwinning, hè? Nou, ja, de uitslag zou je zeggen van niet. Maar ik denk dat we het wel eerder hadden moeten afmaken. Het was wel op een gegeven moment een wedstrijd. Na de 2-0, hè? Ja, toen kon het echt 0-3, 0-4 worden. Had het ook moeten worden. En dat hebben we niet gedaan. En dat heb ik de ploeg wel verweten. Ook in de nabespreking. Dat ja, als je grote uitslag neer kan zetten, dan moet je dat natuurlijk doen. En ja, toen kregen we toch nog die tegengoal, 3 minuten voor tijd. En dan, ja, dan kan zo'n balletje nog een keer verkeerd vallen en dan speel je nog gelijk ook. Ja, dan had je het jezelf nooit vergeven. Twee momenten uit die wedstrijd blijven me bij. Dat is de niet gegeven strafschop en de volkomen onterechte gele kaart voor Bart van Brakel. Ja, het was onvoorstelbaar. Ik kon het ook heel goed zien vanaf de bank. Dat als ik begin met Bart, dat hij voor zijn man komt. Zuiver de bal speelt, ja. En de man van Emmen vervolgens veel te laat inkwam van achteren. En die Bart echt torpedeerde. Zodat wij dachten, nou, het is eerder rood voor Emmen. Ja. Want daar leek het eigenlijk op. En tot mijn stomme verbazing gaf hij de gele kaart aan Bart. En ja, dat betekent dat hij op scherp staat. En ja, daar baal ik dan verschrikkelijk van, want het is natuurlijk een belangrijke jongen. De hensbal bij Paco, ja, dat was echt ongelooflijk. Hij zwiept hem echt met 1 arm zo de 16 uit. Ja, en echt ook nog bewust. En om een scoringskans te ontnemen. Dus ook dat was een strafschop en eventueel een kaart. Maar die kregen we ook niet. En ja, dat zijn momenten die kunnen wel bepalend zijn in een wedstrijd. Maar gelukkig zijn we, ja, bij de les gebleven. En dat waren we al de hele dag. Hè, want het valt niet mee als je hier komt en je moet bij wijze van spreken door de optocht heen. Ja. Om de stadion te bereiken. Ik vind dat de spelers zich heel professioneel hebben opgesteld. En toch ja, hebben gedaan wat ze moesten doen. Ja, maar dat is knap om ze nu scherp te houden, hè? Ja, nee, maar dat is toch... ja, de signalen zijn ook, hè, dat we wel volwassener aan het worden zijn. En ja, dat is leuk om te zien. Dat nog steeds ook degene die... ja, de invallers ook, hè, die jonge gasten. Die dan toch een partijtje meeblazen. En ja, nog steeds zijn we aan de winnende hand. Laten we eens vooruitkijken. Er komt nu een hele intensieve reeks aan, hè, met een hele hoop wedstrijden in korte tijd. Ja. Eerste wedstrijd Helmond thuis. Ja, daar moeten jullie nog wat recht zetten. Hè? Ja, dat is ook zo. Het is gek genoeg de enige ploeg waar ik zelf, sinds ik hier ben als trainer, nog niet van gewonnen heb. En dat zijn eigenlijk allemaal wedstrijden geweest dat je dan achteraf dacht van hoe is het mogelijk. Maar het is toch qua ja, stand, ja, we hebben er niet van gewonnen. En dat zegt genoeg. Het is een hele stugge ploeg. Ook een ploeg die ieder jaar weer meedoet voor de nacompetitie. Nou, wij hebben dat al. En wij, ja, ik werd even gek verklaard toen ik 3 maanden geleden zei dat we Eindhoven in wilden halen. Nou, dat is inmiddels ook gebeurd. En zelfs Zwolle, vind ik, is nog in beeld. Hè, want ik denk dat Zwolle
heel moeizaam draait. En ja, dan moet je proberen om daar zo dicht mogelijk bij te komen. Ja. Maar een ploeg die wel goed draait is Sparta, hè? Sparta heeft het geluk van de kampioen, heb ik wel eens gezegd. Die hebben wedstrijden gewonnen, is ongelooflijk. Uit bij Veendam stonden ze in blessuretijd met 1-0 achter en die winnen ze met 2-1. Ja, ze winnen ook met een hele grote fout van Go Ahead, 3 minuten voor tijd. Dat soort wedstrijden winnen zij. Bij Cambuur moeten ze vorige week met 5-1 verliezen, die winnen ze ook met 2-1. Dus Sparta heeft op dit moment het geluk van de kampioen. En Zwolle die hapert aan alle kanten. Dus we blijven alert. En waar mogelijk vind ik dat je daarin moet mengen in die strijd. Dus we blijven ook kritisch. De spelers weten dat. Voor mij in de kleedkamer ben ik altijd kritisch naar ze. Nooit naar buiten toe. Dan vind ik dat ik dat niet moet doen. En dat ik die spelers altijd moet beschermen. Maar intern vind ik wel dat we, zoals bij Emmen. Als je met 4-5-0 moet winnen en je wint met 2-1. Dan mag je niet tevreden zijn. Ja. Ik ga toch nog even naar Helmond Sport toe. Ik heb de wedstrijd Willem II Helmond Sport gezien. Viel me op dat Helmond ontzettend snel is in omschakeling. Klopt, het is een reactieploeg. Hè. Ze reageren op wat jij doet. En dat zal vrijdag niet anders zijn. Wij zullen het spel weer moeten maken. Dan moet je dat met snelheid doen. En zelf ook proberen om zo snel mogelijk te schakelen. Maar op het moment dat we de bal verliezen, dat zijn die momenten waar zij op wachten. En dan willen ze je pijn doen in de counter. Dat lukte ze ook bij Willem II vrij goed. Al werd dat uiteindelijk nog 3-3. Maar het is toch een ploeg die veel punten pakt. En het is niet vaak met oogstrelend voetbal. Maar wel heel stug en fysiek heel sterk. En wat je zegt in de omschakeling, dat klopt. Kunnen ze je echt pijn doen. Ja. Aan de andere kant ook een ploeg die kwetsbaar is in de verdediging. Ja, weet ik niet. Ze winnen toch veel wedstrijden. We hebben veel doelpunten tegen. Ja, goed. Maar ze maken er waarschijnlijk ook genoeg. Ja. Wij hebben wat dat betreft natuurlijk wel een heel goed doelgemiddelde. Maar ik weet niet precies uit mijn hoofd hoe het doelgemiddelde van Helmond is. Dan zou je me moeten helpen. Maar het is in ieder geval een ploeg die stug is en moeilijk te verslaan. En dat is in het verleden al gebleken. Dus we zullen onze handen vol krijgen. Ja. Een lastige wedstrijd sowieso dus. En dan komen er nog een paar meteen weer achteraan die ook lastig zijn. Hè? Ja. Os bijvoorbeeld, Sparta. Ja, Os, Fortuna, Sparta, Zwolle. Allemaal in een korte tijd. Dus daar moeten we ook goed naar kijken. Ook met de jongens die terugkomen. We moeten wel een plan maken natuurlijk van spelers die net terugkomen. Laat je die meteen 2 keer spelen in 4 dagen. Ik denk niet dat verstandig is. Dus daar zijn we ook goed naar aan het kijken. Daar komen we wel uit. Want het geeft ook natuurlijk wel vertrouwen dat degenen die het in hebben gevuld het uitstekend hebben gedaan. We hebben nog niet zo heel veel jongens terug hoor, van de geblesseerden. Jordan Speters en Benjamin van den Broek. Die zijn wel weer inzetbaar. Maar de overige... Kilic is fit, jawel. Ja, die is inzetbaar. Die is niet ingevallen maandag, maar daarvoor al een aantal keren natuurlijk wel. Ja, die komt eraan. Hè. Dat is een jongen die we de tijd moeten geven na zo'n lange blessure. En die tijd krijgt hij ook. Het is een jonge speler, dus die moeten we af en toe ook nog een beetje afremmen. Tom valt tegen, Tom van Weert, hè? Tom gaat nu goed. Het is toch een maand die we weg hebben gegooid. Hè, omdat we toch ergens iets hebben gemist in de diagnose. Dus hij is pas een maand later, of te laat in mijn ogen, is hij geopereerd. Gaat nu gelukkig goed. Joey zit in Zeist, dat gaat ook goed. Die verwacht ik binnen nu in een paar dagen ook weer terug inzetbaar. Ja, en dan Danny Verbeek die een vervelende blessure heeft. Dat is toch iets wat misschien ook nog wat tijd gaat vergen. Het is eigenlijk een onderwerp wat passé is, maar toch. Je hebt nog een gesprek gehad met FC Den Bosch. Mogelijk om nog een jaartje te blijven, maar dat zit er niet in, hè? Nee, nou goed, ik heb daar ik heb dat al eerder aangegeven. En dat er dan daarna weer allerlei verhalen naar buiten komen, alsof ik zou twijfelen. Nou ja, dat is maar net wat mensen willen lezen en willen horen. Ik heb niet gezegd dat ik getwijfeld heb over dat besluit. Alleen je kunt je wel afvragen of het juist is. Maar ik heb dat nou eenmaal gedaan en dat is goed zo. En de clubleiding brengt ook allerlei dingen naar buiten. Dat is voor hun eigen verantwoordelijkheid. Alsof het om een sterk verbeterd aanbod zou gaan. Maar ja, het zal allemaal wel. Ik doe er niet aan mee aan die verhalen. Voor mezelf is het duidelijk en dat is genoeg. Ja. Maar even los van voorwaarden, omstandigheden. Het pleit wel voor je natuurlijk. Hè? Want het betekent toch dat ze Fons Groenendijk wel zien zitten.
Nou, dat is misschien zo, hè, want dat weet ik niet. Daar ben ik niet van overtuigd, laat ik het zo zeggen.